Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vandaag in Dommeland Live horen we hoe het verzamelen van plastic doppen bijdraagt aan de betaling van de basisopleiding van de hulphonden. En ik heb er hier een onder de stoel liggen. Kijk eens, Esra. Oh, kom eens. Kom eens kijken. Ja. En wat heeft Amsterdammer van het jaar Frank Westrop te maken met Rien van Doleweert van het Johan Cruijff Museum in Bokstel? En binnenkort kun je slapen in een kunststofbox midden in de natuur in Bokstel. En dit is Esra. Esra, kijk eens. Het is vandaag dinsdag 29 mei. Welkom bij Dommeland Live. Eddie van Hummel en zijn vrouw Marja zijn reeds 12 jaar pleeggezin voor puppy's, voor KNGF geleidehonden. En ze hebben ook een inzamelpunt voor plastic doppen. En daarmee halen ze heel veel geld op, waarmee de opleiding van onder andere deze hond, dus nog een pup, wordt betaald. Nou, je krijgt er nog één, wordt heel erg verwend. Dankjewel. Eddie, dit is Esra. Ja. Wat is de toekomst? Wat zijn de plannen eigenlijk voor deze hond? Esra die wordt, als het goed is, hulphond. Hij komt uit Engeland. Oh, nee. Zij, sorry. Maar oh, toch nou zij. Ook niet meer. Maar ze is met 4 maanden gekomen. Ja. En dan blijven ze ongeveer, totdat ze 13, 14 maanden zijn, blijven ze bij ons. Ja. En in Engeland is al bepaald dat zij hulphond gaat worden. In Engeland is dat al betaald? Ja, ze halen uit verschillende landen, dus ook wel andere honden. Ja. Gaan ook honden vanuit Nederland daar naartoe. Dus het is een beetje een uitwisselingsprogramma wat ze ook doen. En waar letten ze dan op? Want wat is dit voor een ras? Dit is een golden retriever met een herder. Ja, je bent knap, hè? Oh, duik meteen mee. En dan kijken ze naar karaktereigenschappen of naar vader en moeder? Of hoe gaat dat? Ja, ik snap niet dat ze het kunnen bepalen, maar het is zo. Oké. Okay. Ja, ja. Het is ook, we hebben alle honden gehad en de ene die wordt afgekeurd, de andere wordt blinde geleidehond. De andere is bij een jonge dame die de ziekte van Lyme heeft. Er zit er eentje in Vught bij Huizen Boswijk. Och, ja. Bij demente bejaarden en zijn woonvorm, nou daar is Laska en die is daar gewoon huishond. Dus die mensen gaan de hond uitlaten en ja, dat is gewoon helemaal geweldig. Ja, mooi. Ja. Hey, en jullie doen dat al 12 jaar, ja, hè? Ja. Is dat 1 hond per jaar dan? Ongeveer. Ja, dat is een beetje afhankelijk. Wij willen eigenlijk altijd wel iets met een herder erin. Ja, en er is niet altijd natuurlijk... Omdat dat matcht qua karakter bij jullie? Ja, wij vinden... Ja, dat kun je eigenlijk niet zo zeggen. Maar ik vind... We hebben 1 keer een Labrador Golden gehad. En dat vonden wij een beetje een... Ja, een sulletje. Dus wij willen juist, een herder is meer baasgericht. Ja. Mijn vrouw doet het. En ik hang er een beetje omheen en ik doe de leuke dingen. En soms moet hij met mij ook wel eens aan het werk. En wat zijn de leuke dingen dan? Ja, bij mij hoeft hij niet aan het werk. Oh zo. Kijk, ja, als Maya ermee omgaat, in principe is hij aan het werk. Ja, ja, ja. Dan mag hij niet aangehaald worden. Als ze naar de winkels gaan, heeft hij een jas aan. Dan moet hij echt zijn werk doen. Ja, want dat is wel heel belangrijk, hè? Dat als honden de jas aan hebben, dat iedereen moet daar dan vanaf nou, blijven, toch? Überhaupt zo ook. Deze dus heeft nu geen jas aan, maar dan ook is het ja. Met een herder iets makkelijker. Dan mogen ze iets makkelijker aanhalen als met een golden. Want een golden is gewoon een allemansvriend. En een herder is toch een beetje voor sommige mensen een beetje een angstig beest. Een herder is toch... Dus vandaar dat het KNGF zegt van je mag ze wat meer laten aanhalen. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. En vanaf hoe? Jij zei vanaf 4 maanden. Hoe lang is Esra nu bij jullie? Ze is nu 11 maanden. Dus dat is even... Dus nog heel even. Dan, ja. Dan, maar normaal, als we andere dus honden krijgen, dan is het vanaf 7,5 week komen ze bij ons. Oh, dat is nog jong. Dan zijn ze echt klein. Nou, dan moet je echt heel erg zorgen en vertroeten. Ja, dat is de taak van mijn vrouw. Ja. De eerste nacht of de eerste 2 nachten ligt ze beneden op een matras bij de hond. Nou, en dan is het eigenlijk de derde, soms de 4e nacht, komt ze weer naar boven en de hond blijft beneden en is klaar, is opgelost. Super, dat is knap.
Kun je omschrijven wat jullie taak als pleeggezin is? Ik bedoel, socialiseren. Ja, socialiseren is de grootste taak eigenlijk. Het is het plassen en poepen, zoals ze dat noemen, moet altijd in de goot. Nou, wonen wij aan een pleintje, dus bij de poort uit en er is een goot. Ze hebben een meter de ruimte van links naar rechts en daar mogen ze plassen en poepen. En dat is het. Het gebeurt ook wel eens dat ze het ergens anders een keer doen, want ja. Je moet wel eens, hè? Ja. Dus dat is heel streng. Daarnaast moet ze dus de treinen, bussen, supermarkt in. Op een gegeven moment de supermarkt in. Of in de winkel in, daar neerleggen. En blijven liggen. En dat Maya de winkel door kan. Maar ik neem aan dat jullie dan ook in ieder geval Maya heel veel opleiding heeft gehad. Helemaal niks. Nee? Nee, helemaal niks. Zit er gewoon in bij haar dan? Nee, zo makkelijk is het. Serieus? Om de 6 weken komt er een consulent van het KNGF. Die komt thuis. En die kijkt hoe dat het gaat en die geeft adviezen en daar is het dan op een gegeven moment. En dan als ze wat ouder zijn, 4, 5 maanden, gaan ze naar de stad. Dan gaat ze met de trein naar Den Bosch en dan komt de consulent daar. Dan moet ze de bus in, de trein in, de HEMA in, noem al die gekke dingen maar op. Ja. En daarna een bossenbol eten en dan ligt mevrouw onder de tafel. En helemaal geweldig. Hij mag niks hebben van de bossenbol. Nee, natuurlijk. Vandaar die snoepjes. Ja, dat snap ik. Maar even iets anders. De commando's die je geeft op jonge leeftijd, zit, blijf, af, liggen, dat zijn neem ik aan toch wel vast afgesproken termen? Of wordt dat later allemaal? Nee, dat zijn vaste termen. Ze hadden toen, als het een blinde geleidehond is het vooraan lopen, dus vooraan. Mm-hmm. Nu is het lopen. Deze is dan niet zo belangrijk. Normaal moeten ze altijd links vooraan lopen. Okay. Maar omdat dit een hulphond is, mag die links en rechts, want waarschijnlijk komt die naast een rolstoel te lopen en dan is het maar net aan welke kant dat de cliënt de hond wil hebben. Aha. Nu hebben jullie, ik ga even over naar de doppen, want de tafel die ligt vol, want ja, dat was eigenlijk het hoofddoel van vanavond. Ja. Met het inleveren van plastic doppen, dat doen jullie ook al jaren. Ja. Hebben jullie inmiddels al heel veel basisopleidingen kunnen bekostigen? Wij niet alleen. Nee, samen. Het is KNGF Nederland met heel veel vrijwilligers en heel veel inleverpunten. Mm-hmm. Die tot en met 31 december van het afgelopen jaar €70.000 opgehaald hebben aan doppen. Waardoor er 15 honden een basisopleiding hebben kunnen genieten weer van het KNGF. Nou, dat is wel super. Jullie hebben inzamelpunten in Boksel, toch? Ja. Wij zijn in principe de zeg maar even het hoofdinzamelpunt. Mijn vrouw coördineert dat, die kijkt de doppen na. Ja, maar die kijkt alles na, want ik las het op Facebook. Want jullie hebben natuurlijk een Facebookpagina voor die doppen. Je wil af en toe niet weten wat we tegenkomen. Zoals? Tampons. Wel, geen gebruik hoor. Oh, ik wou scheermesjes. Het enige geluk hebben we een keer gehad, was €2. Maar er zit van alles rijk worden dus niet van. De laatste keer kregen we een zak en een zak met doppen. En mijn vrouw zegt, hier zit iets anders in. En daar zat gewoon nog kleding in. Hè? Ja, dus hoe dat het kan, weten we niet. Maar die controleert echt bijna alle doppen. En op het moment dat wij de schuur bij ons vol is, dan moet het naar Tilburg, want daar staat onze container. En onze container? Hoezo? Hebben jullie die nou, geregeld? Hebben, nee, in Tilburg zit een recyclebedrijf. Ja? Dat is een kleinschalig bedrijf. Ja? Die maakt kunststof pellets. Okay. Dus wij Boksel en omliggende gemeentes brengen daar de doppen naartoe. Mm-hmm. Het andere staat in Flevoland. Dat is de hoofd. Ja? En daar gaan echt vrachtwagens, containers vol naartoe. Nee. Dat is ook nog onze droom. Donderdag hebben wij een gesprek met de wethouder Herman van Wanrooy. Oké, die kennen we. En wij hopen dat we in Boksel ergens een plek kunnen krijgen waar we een grote container neer kunnen gaan zetten. Zodat wij niet met ons eigen wagentje iedere keer naar Tilburg moeten. En we zijn dus eigenlijk ook op zoek naar een beetje een sponsor die af en toe eens naar Tilburg wil rijden met een vrachtwagentje en om daar de doppen te lossen. Want volgens mij, ik weet niet of die al... We hebben een foto dat jullie auto vol zit, of autootje. Ja. Ik weet niet of we die nog een keer kunnen laten zien, of dat we hem al gezien hebben. Kan goed hoor. Dat is wat jullie doen dan, hè? Dan gaan er 12 zakken, kunnen er precies in. Ja. En in iedere zak zit 8 kilo doppen. Zo. En wij hebben maandelijks tussen de 10 en 15 zakken doppen. Want mensen komen gewoon bij jullie brengen. Ja. Ik las ergens, het mag aan de poort, moet je het dan... Want er liggen hier op tafel een heleboel doppen. Ja.
Dat zijn allemaal doppen die mogen. Die mogen, want... maar er zijn ook doppen die niet mogen. Ja, we doen even die wel mogen. Oh. Even kijken. Hè. Want dit is van wasmiddel, wasverzachter. Maar wat mij opvalt, deze is hartstikke schoon. Ja. Ze moeten schoon aangeleverd worden. Oké, dus als mensen doppen in willen leveren, maak hem schoon. Ja, want anders krijg je als ze een wat langer staan en ja, een yoghurtdop gaat. Ja, dat wordt hartstikke vies. Dit is eigenlijk een hele mooie dop. Dat is van de melk. Ja. Maar er zit hier nog een kartonnetje in. En de mensen laten die zitten. Dus mijn vrouw is dan buiten met een mesje alle dopjes eruit aan het halen. De kartonnetjes. Oké. Dus daar is, het is wel wat werk. Maar de meeste die aangeleverd worden, zijn schoon. En dan heb ik ook op jullie site gezien mensen die diabetes hebben en die prikpennen of zo. Daar kun je ook iets van gebruiken. De dopjes. De dopjes. Ja. Liggen die hier buiten? Nee. Oh, die liggen hier niet Maar bij. Ook van de huisarts die spuiten zet bij patiënten, die houdt ook de dopjes apart. Oké. Okay. En mijn vrouw gaat ze één keer in de zoveel tijd gaat ze daar halen en hup, daar gaan ze weer mee. Wat mag niet? Nou, dit is een voorbeeld. Ik weet niet of ik een verschil zie. Wat niet mag. Dit is ook een dop. Dat zijn de koeken die ik ken. Ja, maar alleen die kun je buigen. Okay. Alle deksels die je kunt buigen, mogen niet. Want daar zit een spulletje in. Nee, die zijn niet goed om te recyclen. Ja. Dus die mogen absoluut niet. Dus alles wat buigt, mag niet? Nee. Oh, nice. We hebben nu vanmorgen doorgekregen dat Arla, zo'n yoghurt of... We mogen geen merken noemen. Oh, sorry. Een of andere leverancier. Nou ja, dat is eigenlijk best... Nou ja, de biologische yoghurt. Ja, want die hebben suikerrietdop. Ja. Maar de normale doppen die we zeg maar allemaal in ons huishouden overal hebben, van de tube standpasta en alles, die mogen er allemaal bij. Die mogen er allemaal bij. Kijk maar. Slagroomdingen. Wat is dit dan? Ja, dat zit er ook bij. Oh, dat krijg jij gewoon tussen de doppen? Ja, en dit zit er ook bij bijvoorbeeld. Dus ja, er komt van alles binnen, maar het hoort er niet bij. Wat is dit dan? Ja, weet ik niet. Staat er niet bij. Ik denk een pennetje om te prikken, want als je ziet, hier zit een, kijk. Oh ja, maar dan moet je nog uitkijken ook met wat je sorteert. Dan, jouw vrouw maakt alles schoon, kijkt alles na. Nou, ik heb net die auto gezien, dat is een gigantisch werk. Ja. Dan gaan ze dus naar Tilburg, in die container. En die container, als die vol is, dan? Dan neemt het bedrijf waar die staat, die gaat ze dan recyclen. En daar worden kunststof pellets van gemaakt. Heb je ze ooit gezien, het resultaat ervan? Nee. Lijkt je dan niet leuk? Of? Jawel, maar dan wil ik naar de grote fabriek in Flevoland. Dan kun je daar niet even rochelen? Nou, kijk, dat is dan de bedoeling om te zorgen met zo'n grote container dat we dan kunnen zeggen, dan rit je daar mee naartoe en dan... Ja. Maar dat komt wel. En hoeveel jaar verzamelen jullie die doppen? Ook net zo lang als dat je puppy pleeg is? Nee, want ze zijn in 2014 eigenlijk een beetje begonnen en 2015 is het landelijk eigenlijk pas uitgedragen. Dus. Aha. Gaat dit vervelen dat je iedere keer die doppen voor je deur hebt? Nee. Want... soms zeg ik wel eens als de bel gaat, Mai, doe maar open, want is er weer iemand met doppen. En dan kijken ze me wel eens aan, maar dan ga ik gauw naar de deur en dan staat er een oude mevrouw of wat dan ook. En dan is een buurtje en een praatje. Dus op zich is dat allemaal wel leuk. Ja, want die hebben wij gespaard en een buurvrouw doet mee. Hele verhalen erbij natuurlijk. Ik heb één dame en die is 85 en die belt één keer in de twee maanden op. En dan zegt ze, Eddie... Ik heb weer een gigantische hoeveelheid dop in mijn garage staan. Kun je ze komen halen? Nou, dan zeg ik, dat is goed. Nou, dan kom je eraan en dan heeft ze één tasje vol. Maar die mevrouw is 85, gaat naar het zwembad en die heeft nu de vriendinnen gemobiliseerd. En dan doppen komen er sparen. Weer meer. Ja, mooier kan het niet. Dus hoe meer doppen, hoe liever eigenlijk. Juist. Dat heel Bokstel eigenlijk daarmee aan de slag gaat. En waar kunnen mensen ze afgeven, Eddie? Er zijn verschillende punten. Je mag er een paar noemen, hoor. In ieder geval de privéadressen. Orlando, die Lassenstraat nummer 14 in Bokstel. Oké, gewoon. Daar kun je ze gewoon aan de voordeur zetten, dus als we niet thuis zijn, zet ze maar neer. Oogheelkunde Ledwina staat en kunnen ze inleveren. En jullie halen dat daar ook weer allemaal op, maken ze schoon en leveren ze in. Nou, ik vind super, super wat je allemaal doet. Ik ga even kijken of ik mag het niet doen, maar ik doe het toch. Of ik Esra nog even kan laten zitten tegen alle regels in. In de rechterhand. Oh, Siddy, kom eens. Kom maar zitten. Ja, meteen alle opvoedkundige regels. Kijk, nou roept hij, dan wil ze wel. Ja, heel goed. Dat is ook de bedoeling, hè? Eigenlijk iedereen. Wel. Kijk eens. Zo. Oh, nou ben je achter de tafel. Nou, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Met de verkeerde hand. Heel veel succes met jullie mooie werk. Dat dit maar een hele mooie hond wordt, hè? Met een mooie toekomst om mensen te helpen. En dat Bokstel op de kaart komt met de doppen. Nou, zou mooi zijn.
Het volgende is, wij waren afgelopen weekend bij Circus Seim. Speciaal naar Boksel gehaald door initiator Kees de Wild. En in samenwerking met Brabant Centrum, Boksel Vooruit en Zorgzaam Boksel. Is dat een heel mooi evenement geworden waar zo'n minstens 2000 mensen gratis naartoe konden. En volgens mij een prachtige voorstelling hebben gezien. Wij waren bij met de camera en wij laten alvast een deel van het circus zien. Veel plezier met Circus Seim. Volgende onderwerp en de drie volgende gasten. Leek me leuk om dat eens een keer anders te doen. Die gaan we aankondigen met een filmpje. Vijf unieke plekken in het buitengebied van Boksel kunnen binnenkort natuuravonturiers overnachten in een transparante box. Project Box & Breakfast is een samenwerking tussen de gemeente Boksel, lokale ondernemers en grondeigenaren. Ja, in de studio zijn Marloes Schut, beleidsmedewerker toerisme en recreatie mijn gemeente dichtbij. Gemeente Boksel, kan ik dat ook zeggen? Ja, mag ook. Ja. Want soms gaan die namen een beetje door elkaar op de mail. Theo Timmermans, grondeigenaar. Klopt. Want daar staat onder andere deze, Box die jullie daar zien hebben. En Joostien Bekkers, jij gaat een van de boksen exploiteren, is mij verteld. Inderdaad. Superleuk dat jullie er zijn. Wie van jullie gaat in die box slapen? Nou. Nou, ik ken de omgeving, ik ken het gebied, dus ik slaap liever in mijn eigen bed. Dus ik laat het aan de andere gasten over. Oké, Marloes, met welk doel is dit concept zeg maar in de markt gezet? Wat is de bedoeling hiervan? Het is eigenlijk gekomen vanuit een samenwerking met een aantal ondernemers. We hebben gezien dat het themajaren van Van Gogh en Jeroen Bos, die Visit Brabant altijd hanteert, heel erg succesvol zijn. Mm-hmm. We dachten, nou, we moeten als Boksel daar ook eens op meeliften. Hoe gaan we dat nou doen? Dit jaar het thema We Are Food, dus Bourgondisch. Yeah. Daar willen wij ook iets mee. Den Bosch is natuurlijk heel erg Bourgondisch. Wat hebben wij nou te bieden? We gaan iets aanvullends doen.
Wij hebben heel veel mooie natuur en zeker, daar willen we iets mee doen. En wie is de originele bedenker van dit, van die box? Het is uiteindelijk Tjeu van Toren geweest. Hele creatieve man met het bureau Linkontwerp. Een van de participanten die aan tafel hebben gezeten. We hebben eigenlijk een soort brainstorm sessie gehouden, een keer of twee bij elkaar. En hij kwam met dit briljante idee. En iedereen werd er zo enthousiast van dat we dachten, ja, daar moeten we echt iets mee doen. Want het is een transparante box, ja, hè? Dat hebben we kunnen zien. Er staat een bed in, mooi opgemaakt. Ja. Wat zijn er voor faciliteiten in die box dan? Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat het redelijk basic is. Het enige wat heel erg eruit springt is inderdaad bed. Het is gewoon een luxe bed en je zult lekker slapen. Maar voor de verder rest weinig faciliteiten. Er zit een toiletje in. Ja, daar hebben we ook een foto. Okay. Denk ik even een beeld van. Want het is, ja, daar rechts in de hoek, daar staat hij. Ja, dat is een chemisch toiletje. Ja, het is een boxje. Ja, een toilet die gebruikt wordt in de campers. Oké. Okay. En gewoon handzaam mee te nemen. En daar komen bepaalde zakken in. Ja. Met een biologische substantie. Oops. Zodat het geen chemisch toilet is, maar dat het toch een duurzame variant is. Ja, woord chemisch in dit concept past natuurlijk. Nee, nou, zag ik wel heel even. Ook zeg maar als je al wat langer getrouwd bent en zo. Je gaat dan in die box, dan ben je met z'n tweeën. En dan zeg je tegen je partner, ga jij maar even de natuur in, want ik ga even of... Ja, dat kan. Dat kan, maar je moet dus echt, dat schrijven jullie ook in je concept, je moet echt een beetje een avonturier zijn om dit aan te gaan. Ja. Want Theo, ja, het is op jouw land staat dus ook een box. Dat klopt, ja. Hoe zijn ze trouwens bij jou terechtgekomen? Ja, de gemeente kwam met het initiatief, ze wouden de mensen dicht bij de natuur laten overnachten. Toen kwamen ze bij mij en ze vroegen of ik daar mee wilde werken. En ik vanuit de landbouw heb zoiets van, wij willen niet altijd zo negatief in beeld komen. Wij willen als landbouw ons ook meer presenteren. En doel jij dan op nu alle quota's en dat soort dingen? Als we landbouw horen is het heel vaak negatief. En dat wilde ik eigenlijk met dit doorbreken. En daarom wilde ik met dit concept ook graag meedoen. Ja. En daarom heb ik ook eigenlijk volmondig ja gezegd. En ook mijn grond het eerste jaar volledig gratis beschikbaar gesteld. En we zullen gaan kijken of dat het concept goed gaat lopen. En ik zeg, als het een succes wordt, wil ik misschien ook wel een graantje meepikken op den duur. Maar in eerste instantie wilde ik het gewoon gratis beschikbaar stellen. En toch een positief PR voor de landbouw zien. Want dat zeg ik wel tegen meer mensen, waar eindigt de landbouw en waar begint de natuur? Voor mijn gevoel loopt dat prima in elkaar over. Mm-hmm. Dus de natuur en landbouw is bijna één. En daar wilde... Ja, daar wil ik de mensen van laten genieten. Dus okay, op deze locatie is daar de mogelijkheid voor. Nu is het zo, er zijn 5 locaties, hè. Ik ben dus op jouw locatie geweest. Je moet een behoorlijk eind, je moet dus echt de paden op de laan in, hè. Want dat is ook natuurlijk, de natuurliefhebber, die ziet dat natuurlijk helemaal zitten. Ja. Betekent dat nou, want het is, stel je hebt ergens gegeten in een restaurant, want je doet boksel aan, ik ga invullen, hè. Even kijken of het plaatje een beetje klopt. En nou, heerlijk ergens gegeten. En dan wordt het al een beetje donker. Een wijntje gehad. Maar god, oh god, waar is dat ding? Bellen ze dan bij jou aan of zo? Het moet nog allemaal uitgevonden worden. Hè? Van dan zeg jij, ik loop wel even mee. Je moet... Nee, dat stuk, ik heb mijn grond beschikbaar gesteld. Het stuk van de onderneming, daar hebben we bij de bek. Oh, dat ga jij doen dan? Dus ja. Dat... Die kans is... Jozefien, dat ga jij doen. Want ik stond dus zondagmorgen om 8:30 op de stoep bij Theo. En die is meegelopen. Maar wat is jouw taak straks? In eerste instantie inderdaad ontvangen wij de mensen. Wij verzorgen een ontbijt. Hoe precies in gaan vullen. Het is natuurlijk allemaal nieuw, hè? Het is echt allemaal nog nieuw, hè, inderdaad. Dus je kunt ook nog niet alles bedenken, hè, hoe dat nee, de mensen nee, inderdaad... Nee, dat moet proefondervindelijk. Ja, ja. Maar wij ontvangen de mensen, dat is dan op een vast punt? Of ga jij echt daar steeds naartoe? Ik wil eigenlijk dat ze nog in eerste instantie gewoon bij mij zelf... We hebben zelf een bed en breakfast in Liemde. Daar ontvangen wij dan de mensen die ik dan begeleid naar de box. Dan pak jij de jeep, want er is geen bad of wat? Ja. Of we regelen fietsen, of de mensen hebben zelf een fiets, of mee fietsen inderdaad. En dan tot de deur. Tot aan de deur inderdaad, dan meegaan weg gaan brengen. En even uitleggen hoe het werkt en noem maar op. Ja. En natuurlijk krijg je ook altijd een soort van noodnummer mee. Hè. Inderdaad, ja, er kan altijd iets gebeuren. Ja, want er is dus niks. Hè? Het is donker, je hebt geen licht.
Dat is wel de ultieme beleving natuurlijk van de natuur, hè? Want dat is ook een van de doelstellingen, toch, Marloes? Ja, het is echt de bedoeling dat mensen echt gaan ervaren van hoe is dat nou om eens wakker te worden in de natuur, hè? Ja. Ik bedoel, we rijden er voorbij, heel veel mensen kennen het ook niet van dichtbij. Ik denk ook dat niet iedereen het zal durven. Behoorlijk spannend om daar in het donker te liggen, maar wel ontzettend mooi, verwacht ik. He, locatie bij Theo bijvoorbeeld, met het opbouwen hebben we al gezien. Daar kwamen aan de zijkant, liepen de hertjes. Nou, die komen daar regelmatig, he. Daar heb je een afspraak mee. Dus, ja, hertjes, het zijn reeën. Oh, sorry. Duidelijk, ja. De scharen zal er op één hoop boswarte Frans zitten niet bij, dus we mogen ze gewoon precies. Noemen. Nee, maar dat klopt inderdaad. Er zitten reeën, er zitten hazen, er zit van alles. Ja, het kan zomaar zijn dat je 's morgens wakker wordt en er staat een reetje recht voor je raam. Ja, dat zou wel hartstikke mooi zijn. Geweldig. Hè? Ja. En inkijk heb je niet, er zijn geen buren, er kan niemand langskomen. Dus je zit echt helemaal alleen, had ik gezien. Joosfine, en dan 's morgens vroeg, moet je dan weer op datzelfde fietsje ontbijt gaan brengen? Of hoe gaat dat? Ja, waarschijnlijk geven we gewoon ontbijt mee aan de mensen. En die plaatsen we dan daar in een coolbox. Zodat ze net 's morgens in alle rust gewoon hun eigen ontbijtje klaar kunnen maken. En, dus geen warme croissantjes met een eitje? Nee, dat niet. Nee, nou, nee. Oké, dus het is toch wel echt meer het back-to-basic principe van het kamperen. Ja, precies. Ja. Maar dan met een luxe bed en een mooi uitzicht. Ja. Ik zag dat er ook zonnepanelen op het dak zaten. Ja, klopt. De eerste die is gebouwd, zeg maar, er zit een accu in, hè, want we zeiden net geen licht. Nou, er is wel iets van een lamp, hè. Dat is misschien nooit handig als je sokken zoekt of zo. Ja, telefoon je contactlens vloekt er net naar. Precies, hè, ooit heb je licht nodig, dus er zit een accu in. En daarom ook het zonnepaneel op dak, zodat die oplaadt. Zodat in ieder geval de basisdingen er wel zijn. Er hangt een klein propellertje in, een ventilatortje. Ja, want het zal wel warm worden natuurlijk. Nou, hij staat trouwens mooi beschut. Hij staat redelijk beschut. Het is per locatie wel een beetje verschillend, hè, omdat het ook allemaal verschillende locaties zijn. Maar op de een of andere manier hoe het gebouwd is. Hè, een architect heeft het ontworpen, Roel van der Linden. En als je binnen staat, het isoleert als een gek. Je hoort eigenlijk niet, hè? Vorige week bij de opening stond er 10 man binnen, behoorlijk te kakelen. En wij stonden buiten, hoorden helemaal niks ervan. Oh, echt? Dus er zit gewoon een goede demping in qua geluid en een doorstroming van dus lucht. Dus Theo hoeft zich geen zorgen te maken als er een klein feestje of gezelligheidje is, dan hoort hij niks. Nee, het is niet de bedoeling dat er feestjes gehouden worden. Oh. Want er zijn wel voorschriften dat we verantwoordelijk omgaan met de natuur en de omgeving. Dat we het ook netjes in houden zoals het is. Niet dat er dadelijk alle feestjes of barbecues of noem het allemaal op. Dat is niet de bedoeling. Nee, dus, het is voor 1 of 2 personen max, hè, natuurlijk. Ja. En dan gaan jullie uit. Jullie doelgroep is dan? Ja, zoals we hem gedefinieerd hebben, avontuurlijk paars, hè, zoals we het dan zeggen. Een? Avontuurlijk paars. Dat is een recon-benaming. Dat is eigenlijk avontuurlijk paars. Avontuurlijk paars? Ja, dus mensen die op zoek zijn naar een geweldige beleving. Ja. En meestal zijn die tussen de 25 en 40 jaar, hebben ook nog wat te besteden. Maar zijn op zoek naar avontuur. Daar past het echt perfect bij. Ja, ja, ja. Dus, ja. Even kijken, dit is de ene locatie. De andere locaties, Marloes, waar zijn die? Ik heb het idee, zijn ze al bekend? Ja, 4 van de locaties zijn bekend. Ja. Met de 5e locatie zijn we nog bezig. We hebben 1 locatie op de Hult in Boksel. We hebben 1 locatie bij Theo dan, die heet Kassel. Ja, Zalendongse straat. Ja. Precies. Dan hebben we er eentje aan het Duitse lijntje liggen. En eentje bij de Dommel. Ook op een superplek bij de Maai in de buurt, zeg maar. Oh. Ja. Dus echt goede plekken. Ja. En daar heb je overal dus grondeigenaar voor en exploitant voor gevonden. In Liemden wel heel erg leuk, hè? Want er zijn eigenlijk 3 exploitanten die dat gezamenlijk gaan doen. Ja. Die pakken daar samen aan. Hè? Dat is Liemden weer, hè? Ja, daar kom ik aan. Ik vind Boksel ook helemaal geweldig, want ik ben een Bokselse geboren en getogen. Maar ik moet toch wel zeggen, dat is weer meteen hop. Ja, en ook super hoe ze het oppakken, hè? Want het is eigenlijk een avontuur waar we met z'n allen aangaan. Ja, het vind iedereen het aftasten, we beginnen er gewoon aan, want het idee is gewoon hartstikke leuk. Dus, Nu heb ik zoiets van, ik hoor al een architect en er zitten zonnepanelen op het dak. Het is toch een uniek concept, er zit een ontbijt bij. Wij mogen geen reclame maken, maar ik ben wel benieuwd van, is het nog te betalen dan? Want dan moet een, jij zegt ik doe het eerste jaar gratis, maar jij hoopt er later ook nog wat een graantje van mee te pikken. Jullie zullen het misschien ook niet voor niks willen doen, je moet toch je ontbijt leveren.
Is het op te hoesten of wordt het bedrag ook echt iets unieks of bijzonders? Nee, dat valt wel mee. Misschien ook wel goed om te noemen, want dat past ook wel helemaal in het concept. Hè? Een bepaald bedrag, wij zeggen dan ook van je mag van onze natuur komen genieten. Maar van de bijdrage die mensen betalen per nacht gaat er ook nog een bedrag terug naar de natuur. Zodat er nieuwe natuur ontwikkeld kan worden. Dus we willen eigenlijk zo min mogelijk schade aanrichten aan die natuur. Maar ook nog eens nieuwe natuur realiseren. Mm-hmm. Een extra doel. De prijzen, je moet een beetje zien als een gemiddelde nacht in een bed and breakfast. Het is allemaal terug te vinden op de website www.boxandbreakfast.nl. Mm-hmm. En daar kunnen mensen het lekker nakijken wat het gaat kosten. En precies. En Josephine, heb jij al uitgedacht of jij iedere ochtend of iedere avond dat kunt en wilt gaan doen? Zou dat zomaar kunnen? Is het, ja, zijn er bepaalde dagen dat het kan? Dat je daar In principe is het gewoon 7 dagen per week boekbaar. En daar zijn dus inderdaad met 3 andere BMW's die dan dus samen aan gaan pakken. Dus je kunt ook nog zeggen van ik doe deze week en jij volgende week of zo. Ja, of vanavond komt het niet goed uit of morgen vroeg niet. Dan kunnen we echt wel terugvallen op... Of er zegt toch iemand, ik vind dit zo leuk, zijn zo leuke mensen. Ik ga even eitjes koken, ik ga toch even verse... Maar dat is ook het leukste, hoor. Als jij de mensen ontvangt, is het echt wel leuk om het dan ook de volgende dag bij het uitchecken, zeg maar, om zo maar te noemen, daar ook weer bij te zijn. Je wilt toch weten hoe de mensen het hebben ervaren. En, ja. Dus het is wel het leukste om alles voor hun te doen. En bij de volgende gasten kan eventueel je collega BNB weer inspringen. Maar dan kom ik toch even terug op mijn allereerste vraag van het begin. Ik zou toch wel, als ik zoiets zou exploiteren of het idee in de markt zou zetten, ik vind toch minimaal dat je daar zelf dan toch even een nachtje moet ervaren van hoe is dat? Zou jij dat... Ik zou dat doen. Ja, jawel. We hebben ook een proefperiode. Hey, Josephine, ik zit je op de hitsen. Kijk, maar dan weet je hoe het voelt, weet je wel. Ja, maar dat samen ervaren. Ik ben er niet goed in, hoor. Laat ik je dat voorop stellen. Ik vind het gewoon thuis heerlijk. Ik vind het idee wel heel erg leuk. Nee, maar dan voel je, hoe ligt dat bed? Wat gebeurt er hier allemaal s'nachts? Waar loop je tegenaan? Toch? Komende eigenlijk tot 9 juni. Hè. Daarna zijn de boxen gewoon boekbaar. We hebben nog een proefperiode. We zijn alle boxen nog compleet aan het maken, zeg maar. Mm-hmm. Er is ook al proef geslapen, dus de eerste ervaringen hebben we. Hoe is dat bevallen? Hartstikke goed. Noem eens wat dingen. Wat er aangegeven werd, de beleving is echt uniek. En begint inderdaad al op het punt waar jij je sleutel op gaat halen. Hè. Dat je met je mandje en het ontbijt erin op pad gaat. Echt het avontuur met je rood kapje gevoel. Ja, ja, echt. Ja, Brabants ruitje erin. Ja. Dat was geweldig. Het wakker worden gaven ze ook aan. Dat is natuurlijk enorm mooi. Open veld, lekker weer. Was echt een super ervaring. Ja, douchen moet je maar even overslaan dan. Ja, ja. Is er wel water? Klein beetje water, hè? Om je tanden te poetsen is er. En een slok water te drinken, inderdaad. Okay. Heel zuinig mee zijn. Ja. Ja. Ja, maar het is gewoon, weet je, als je gaat backpacken of je gaat in een tentje, heb je ook heel weinig bij je. Dat is een beetje het idee. Ja. Maar dan in een gespreid bedje. Ja, dat zeg je heel goed. Ja. Ja. Wat waren de verbeterpuntjes van het proefslapen? Er waren met name kleine dingen. Bijvoorbeeld een deur die nog niet goed sloot. Ja, het is wel handig als je erin zit dat bijvoorbeeld niet binnenregent. Hè? Mm-hmm. Dat het slot goed sluit. Ja. Maar dat soort zaken. Zorg dat er toiletpapier is. Ja. Dat is wel handig. Ja. Nou, Theo, ik ben benieuwd hoe het jou gaat bevallen, zeg maar, met de mensen die op jouw land komen. Ja. Spannend. Ja, ik kijk het wel af en ik ben er niet zo bang voor. Ga je dan ook kijken? Nou, nee. Van een afstand of zo, maar zo'n... ik bedoel niet gluren. ik zou dan toch eigenlijk wel willen weten hoe het dan bevalt of zo. Ik heb wel met expertant afgesproken dat ik op de hoogte gebracht wil worden. Dat ik in elk geval weet dat er gasten kunnen komen. Hè, dat er niet zomaar wild vreemden bij mij op het land lopen, zou ik maar zeggen. Dat ik in elk geval het een beetje in de gaten kan houden. Maar ik ga er niet staan te gluren of kijken. Nee, dat snap ik. Die komt er nou weer over de stoep. Nee, maar het is ook eigenlijk... Ja, vrij toegankelijk zou ik maar zeggen. Dus ze hoeven niet echt bij mij op de plaats te komen. Ze hebben een vrije pad waar ze overheen kunnen. Mogen ze dan met de auto komen? Nou, het is... Want dan heb je toch weer natuur, auto. Hoe zit dat dan? Het is bij ons een vrij nat gebied. Dus gedeeltes van het jaar zullen sowieso al niet met de auto kunnen komen. Okay. En de auto willen we dan wel beperkt mogelijk houden. Kijk, ik kan me nou je voorstellen als ze een keer komen schoonmaken, dat het wel makkelijker is dat ze even met de auto zo dicht mogelijk bijkomen. Maar het is niet de bedoeling dat de gasten tot
aan het glazen huisje komen, zou ik maar zeggen. Dus dan zou het bijvoorbeeld voor jou zijn de auto bij jullie parkeren met de dienstfiets, ja, weet ik veel, richting de box. Ja. Maar je moet ook allemaal nog ervaren natuurlijk, hè? Kijk, we hebben ook afgesproken dat we dadelijk gaan evalueren, want we moeten gewoon kijken hoe gaat het lopen. En tussentijds regelmatig evalueren, met elkaar op de hoogte houden en dan denk ik dat het een succes gaat worden. En muggenspul. Ja, dat moeten we ook niet vergeten. Lijkt me best een goede tip, hè? Zeker in dit seizoen. Tot slot, ik had net een hele leuke vraag en nou weet ik hem niet meer, hè, Bar? Nee. Nou ja, ik... Je wilt misschien toch blijven slapen? Je wilt toch proef slapen? Ik moet er nog een nachtje over slapen. Want het eerste bezoek was al indrukwekkend, moet ik zeggen. Hè? Nou, mooie locatie. Vanaf wanneer kan er overnacht worden? Vanaf 9 juni. Vanaf 9 juni, ja. Ik meen ook dat jullie dat gezegd hebben. Ik wens jullie heel veel succes met dit mooie plan. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. En dankjewel dat jullie hier waren. Bedankt. Ja, dankjewel. We hebben nog een deel van het Circus Seim in Broekstol. En ik zou zeggen, kijk even mee. Ondertussen komen onze andere gasten de studio binnen. Frank Westrop uit Amsterdam is Amsterdammer van het jaar 2000. Hij zit nu zomaar in onze studio in Broekstol. In het dagelijks leven is hij wijkagent in Amsterdam-Oost. Op heel veel zondagen kruipt hij in de huid van clown Bowie en bezoekt hij zieke kinderen in het VU. Zeg ik goed volgens mij. En ik wilde hem heel graag op de bank hebben, want hij heeft sterke banden met Broekstol. Maar hoe zit dat nou? En ik heb hem gevraagd van wie zou jij mee willen nemen? Dat zijn Frank van Hees, voormalig Prins Carnaval uit Broekstol, van harte welkom. Frank, van harte welkom. En Rien van Doleweert van het Johan Cruijff Museum in Broekstol. En dit item dacht ik van oké, hoe gaan we dit doen? Drie mannen die heel veel te vertellen hebben. Met name Frank, want ja, daar heb ik wel eens vaker mee gekletst. En dat is een Amsterdamse waterval. En daar kom je bijna niet tussen, hè Frank? Ik dacht, ik heb een leuk filmpje. Laten we daar maar eens mee beginnen. Frank.
meneer Frank, dat is precies 30 jaar geleden vandaag, ja. Hè? En precies dezelfde haarborst nog, zie je dat? Nou, ik zie je niks veranderd, geen spat veranderd. Nee. Wat had je een strak... Pardon? Majootje aan. net op tijd, hè? Nee. Maar wat leuk, dat was NK Rock'n'Roll? Ja, Nederlands kampioenschap Rock'n'Roll. En dat was inderdaad vandaag, 30 jaar geleden, 29 mei 88. In die tijd deed ik dat. Wat leuk. En dat was inderdaad de kleuren wit en roze van de dansschool. Ik bedoel roze, ja, dat wou ik zeggen. Ja, dat mag niet. Hey, wat goed. Wat had je een prijs gewonnen? Ik heb het niet meegekregen. Toen? Ja? Nee, dat Nederlands was mijn tweede Nederlands kampioenschap. Maar nee, niet eerste, tweede, derde of zo. Ja, maakt nee. Het ook niet uit. Nee, maakt het ook niet uit. Maar, ik doe het je niet na, want het is echt super. Zou je het nu nog kunnen? We straks even oefenen. Nou, ik moet al in een transparante box gaan slapen, Rock'n'Roll, oké. Wat je wel hebt dit jaar is de titel, de eervolle titel, mag ik zo zeggen, Amsterdammer van het jaar 2018. Ja. Hoe trots ben je daarop? Het is 2017. Oh, was het vorig jaar? Nee, het is nu uitgereikt, maar je krijgt hem over het afgelopen jaar. Hè, okay. Dat je iets betekend hebt voor de stad Amsterdam. Dus dat zit vaak in vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Bij mij is het dan gebeurd door het zijn van de combinatie van wijkagent bij de politie en clown. Ja. Omdat die combinatie, dat is veel al dat mensen inderdaad iets hebben van, hè? Dat leggen mensen niet snel bij elkaar. Mm-hmm. En, nou ja, dat... Gaan we straks nog even over hebben, hoor. Wat doet het met jou dat je die titel hebt gekregen? Ja, ik... Frank, hij weet hoe ik ben. Ik ben net een vergiet, zeg ik altijd. Dus okay. Dat had ik toen ook. Uiteindelijk, het is natuurlijk, er komen 150 brieven binnen met mensen die genomineerd zijn door iemand. En daar komen 10 finalisten uit. En uiteindelijk is er een hele feestavond in de stad Schouwburg in Amsterdam. En dan komt Gerdy Verbeet, de oud-Kamervoorzitter. Ja. En die zegt, nou, nu wordt de tijd envelop openscheuren. En dan komt er één naam en zei Frank Westerop. Nou, boep, iedereen stond meteen tot zijn enkels in het water. Wow. Nee, dus dat weet ik ook dat gaat gebeuren. En het is toch heel gaaf. Ik bedoel, ik ben natuurlijk Amsterdammer. Mm-hmm. En... ik heb ook wel eens op die site gekeken van oud-winnaars. Dat is toch wel gaaf. Ja, en weet je wie jou genomineerd heeft achteraf? Krijg je dat te horen? Ja, dat was een ex-collega, een vriendin ook. Die had dat ook later genoemd. Mm-hmm. Maar opeens kreeg ik inderdaad een mailtje dat je dan bij de laatste zoveel zit. En dan wordt die groep steeds kleiner. Ja. En dat is wel gaaf. En ik vind het ook meer, komt in me op, een onderscheiding als een prijs. Want ze doen ook niet van nummer 10 is geworden die en nummer 9 die. Want dan wordt het echt een wedstrijd. Mm-hmm. En zoals met, als jij 10 kilometer gaat rennen, dan oefen je daarvoor en dan wil je dat halen. Ja. En met dit is het eigenlijk niet zo dat je iets gaat doen van dan word ik Amsterdammer van het jaar. Het is echt gewoon een nominatie, door wie je bent en wat een onderscheiding die je krijgt van anderen. Dus ja, dat maakt het eigenlijk nog mooier. Moet je daar nog even kort, horen daar nog dingen bij dat je ergens moet verschijnen als Amsterdammer van het jaar? Of horen daar nog... officiële verplichtingen bij. Je moet helemaal naar Bokstel op een gegeven moment. Ja. En Rien, mooi bruggetje. Hè? Ja, Rien heeft natuurlijk het Johan Cruijff Museum in Bokstel. Ja. En had ik contact met Rien. En of ik dan met de burgemeester en je kleinzoon David. Ja, David. En Hein Stuy, de oudkeeper van Ajax. Of we met z'n vieren dan het lintje wilden doorknippen. Dus nou, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Ja, dan heb je ook weer een mooie link. Amsterdam, Bokstel, Ajax. Ja. Zo. Maar jij bent, jij bent al eerder in Bokstel terechtgekomen. En dat vind ik wel heel leuk om te horen. Want jij hebt ooit lang geleden een vakantie gehad. En toen is eigenlijk begonnen dat je in Bokstel terecht bent gekomen. Terecht, hè? Want daar gaan we heel even terug. We hebben een foto. Oh jee. En dat had te maken met skiën. Gaan we gewoon even erin koppen. Mooie mode. Wat zeg je? Ja, dat is nog modieuze, mode van lang de mode van die tijd, dat moet je misschien Ja, dat is een skifoto, want jij was toen in Amerika? Ja, dat was in Amerika. Oh, dit is hem niet. Oh, nee, dit is hem niet. Dat is ook een leuke foto. Nou, dit is dan de prijsuitreiking, of de award. Dit is van Amsterdammer van het jaar, inderdaad. Ja, prachtig. Nou, we gaan gewoon even terug naar het verhaal. Hoe komt Frank als Amsterdammer in Bokstel? Vertel. Nou, dat was dus in ongeveer 93, 94 was ik gaan skiën met een aantal jongens. Toen kon je voor het eerst skiën in Amerika. Dus echt Colorado, Aspen. Aspen, in mijn beleving was dat chique. Ja, was ook. Dus we gingen met vier vrijgezelle jongens.
En één was een beetje de middleman. Ik kende hem van honkbal, een ander kende hem van zijn werk. En hij kende dus, ik moet de naam natuurlijk laten vallen hier, Rob de Nijs. Niet de zanger, maar wel de Rob de Nijs van Bokstel. Die was er ook bij. En nou, dan zit je tijdens de après-ski. En had ik laten vallen van, nou, ik wil ooit nog wel eens een keer carnaval vieren. Maar dan echt onder de rivieren. Niet in Amsterdam met een sjaaltje om mijn nek. En hij zei meteen de Brabantse gemoedelijkheid van, nou, dan kom je toch bij mij. Niet wetende dat ik er dus 23 jaar later nog steeds zit. Zo onvoorstelbaar. Ik spreek hem wel af en toe nog, maar okay. Zijn leven is iets wat anders nu. Ja, kinderen, ja. Getrouwd. En, ja. Dus, maar toen kwam je dus in Boksel terecht, ja. Bij de carnaval. Kom ik bij jou, Frank. Ja. Hoe doet hij het als Amsterdammer? Niet slecht. Niet slecht. Heb je hem nog moeten heropvoeden of laten inburgeren? Of hoe ging dat? Nee, hij doet het op zijn manier heel goed, denk ik. Hij komt van boven de riolen, maar daar kan hij ook niks aan doen. Maar voor de rest, top gast om erbij te hebben, denk ik hoor. En hij weet wel wat carnaval is. Ja? Ik denk dat hij inmiddels ook wel weet wat in de gat is, hè, toch? Ja. Een heel eind volgens mij. In de gaten. In de gat, ja. In de gaat. Maar op zich best opmerkelijk dat je in de Raad van Elf een Amsterdammer hebt. Is daar nog veel over vergaderd van tevoren? Van, kan dat wel? Of hoe is dat gegaan? Daar kan ik jou niks over vertellen. Daar was ik niet bij. Oh, daar was jij niet bij? Nee. Voor jouw tijd? Voor mijn tijd, ja. Dat had ik wel heel graag willen horen. Ja. Maar dan ben jij voorgedragen, of hoe gaat dat dan? Nee, of het leefde bij die. Toen ik al voor de derde of vierde keer kwam, toen was het al van, ben je er nou alweer? De grap was, je moet in de Raad van Elf gaan. Maar eigenlijk had iedereen de gedachte, dat kan niet. Want dan moet je uit Bokstel komen. Dus ik ben hier toen een keer geweest op een herfstmarkt. Oktober, zo'n beetje. En toen biertje halen. En toen stond daar dus een kraam met nog Fred van Dijk en Bert Jongeneel. Ik gooi me even wat namen in. En die stonden daar. Dus ik zei tegen die jongens, gaan jullie maar even naar de kroeg. Ik moet nog even mijn veten vastmaken. Maar ik ging dus naar die kraam. En want ik was ondertussen al een plannetje. En ik zei, is dat zo dat je uit Bokstel moet komen? Nee. Het gaat erom dat je het carnaval uitdraagt. Dus als je binnenkomt met z'n tienen of elfen, dat er wat gebeurt. Dus het maakt niet uit of je... Dus ik heb daar mijn nummer achtergelaten. En vooral met Fred van Dijk veel contact gehad. En de carnaval erop zat ik gewoon in de Raad van Elf. Dus nou, dat was weer helemaal lachen, gieren, brullen met die jongens natuurlijk. Hoe was dat zo'n eerste keer? Ja, dat weet ik niet. Die eerste keer, dat gaat gewoon om. Maar dat is voor mij natuurlijk ook handig. Handig, dan... Maar, want je hebt niet echt stamkroegen, ik woon hier niet. Dus ja, je kan wel in je eentje in een kroeg gaan zitten en dan kom ik allemaal bekenden tegen. En met de Raad van Elf is het natuurlijk overal feest waar je binnenkomt. Want dat is een hoogtepunt, want waar de Raad van Elf komt, komt de prins. Nou, dat is, in elke kroeg waar ik kom is het gewoon weer even een kleine reunie. Ja. Dus, maar jij was dus ook in de Raad van Elf toen jij, Frank, prins was, hè? Ja. Dat klopt. En wat hij zegt, ja, waar de prins komt, daar is het bal, hè, daar is het feest. Er zijn protocollen, hè, en regels en zo, hoe je moet gedragen of wat dan ook. Het is niet de bedoeling dat je dan als Amsterdammer van boven, ik zeg dan de rivieren, denkt van nou, ik heb hier mooi een lekkere carnaval en ik zal de hut eens op zijn kop gaan zetten. Nou, het is ludiek natuurlijk wel de bedoeling om de hut op zijn kop te zetten. Ja, maar niet buitensporig in eentje. Inderdaad. Maar ik denk dat iedereen die een rechtgeaard carnavalshart heeft wel snapt dat je feest moet vieren zonder te rotzooien. Om het zo maar te zeggen. En dat had hij volgens mij heel goed in de gaten. En anders was je ook al lang op de trein gezet, denk ik. Was ik of weggezet of weggegaan. Ja, toch? Hoe is het contact tussen jullie met de carnaval? Is het alleen met de carnaval of hebben jullie daarna ook nog buiten deze periodes contact? Ja, nadat ik een keer prins ben geweest, ben ik wel een beetje in het openbare blijven hangen. Ja. En nu ben ik sinds kort president van de stichting. Oh ja. En dan hebben we wel wat vergaderingen en hij is nog wel zo lief dat je toch af en toe de trein neemt om ook naar de vergaderingen te komen. Dus wat dat betreft hebben we geen klagen. Mooi. Ja. Dat was wel een leuk verhaal. Heel kort. Moet ik aan denken. Ik was toen bij die Raad van Elf en ik was helemaal nieuw, dus ik wil netjes doen hoe het hoort. En toen zei ze, nou, elke vrijdag was toen is vergadering of om de vrijdag. Dus wie komt daar binnen om 8:00? Ik. En iedereen stond, wat kom jij nou doen? Maar dat is toch vergadering? Ja, maar dan hoef jij toch niet helemaal uit Amsterdam te komen. Ja. Dus daar ben ik later mee gestopt. Maar dat was op zich wel een grap. Dat iedereen stond even... Ja, heel betrokken. Weet je, want zoveel werd er niet besproken. Er werd genoeg besproken, maar het was meer ook een biertje en klaar. Je had er niet helemaal voor uit Amsterdam hoeven komen. Nee. Nou, we gaan wel helemaal op feest, hè. Als je jaar is... waren leuke feestjes laatst paar keer, toch? Ja, zeker weten. Oh ja? Ja, de Duktanband was mee en de Raad...
Een rondleidingje gehad? Nou, wij hebben die Amsterdammers toch volgens mij wel laten zien. Ja, precies. Vorig jaar werd ik namelijk 55, is 5 keer 11. Dus via met Mark Kluitmans en zo. Dan komen we met de Raad van 11. Maar daaruit voortkwam weer van, ik geloof dat het Mark was, die tegen mij zei, zou je ook een band erbij willen? Ik zeg, tuurlijk joh, doe maar niet verwachten dat het echt is. Dus toen kwamen ze inderdaad met een bus met 40 man uit Bokstel met de Ducktown Band. En die kwamen binnen, ging het weer, hè? Maar dat was natuurlijk een wereldfeest voor mij. Daar werd ook gemixt, de vrienden uit Amsterdam, dat ze ook eindelijk eens live mensen van de carnaval zagen. Dus. Ja. Oh, wat leuk. Ja, dat was echt leuk. Als je nou over carnaval hebt, Frank, de opmerkingen die je maakt, wat zijn nou typische Amsterdamse gewoontes of dingetjes waar jij van denkt van, dat doen wij net even wat anders hier? Ja, ik denk niet dat er heel veel verschillen zijn. Ik denk dat hij, ook omdat hij ook als clown speelt, denk ik, dat hij wel begrijpt wat humor moet zijn die niet hoeft te steken. Okay. En ik denk dat je dat heel goed doet. En er wordt natuurlijk tegen hem wel eens, hij krijgt wel eens een Feyenoord-sjaaltje of een dingetje. Maar dan komt hij altijd wel heel erg ludiek om de hoek. Met een tegenprestatie of een tegen iets. Dan gaat hij op zitten broeden misschien. Ja, dan komt dat meestal wel goed. Ik ben hier eigenlijk een minderheid, hè? Want dan hebben we het altijd over minderheid. Ja. Dan is het altijd toch de Amsterdammer. Hij wordt wel heel erg goed geaccepteerd volgens mij. En dat komt denk ik ook om hoe hij zelf is. Ja. Okay. Nee, er zit geen narigheid bij. Mooi. Nee. En dan ga ik nu even naar Rien. Want jij was bij de opening, want Rien... Jij hebt op 12 mei jouw Johan Cruijff Museum in Boksel is heropend, want je hebt het uitgebreid, hè? Ja, klopt. Hoe kom jij dan aan bij Frank Westerop? Is dat omdat hij Amsterdam van het jaar is, of hoe is dat gegaan? Of kennen jullie elkaar ook? Ik ken elkaar al veel langer. Oh, ook? Het is altijd makkelijk als je iemand in Amsterdam hebt zitten, dan zit je toch dicht bij de bron, hè? En als je ooit een krantje of iets, laatst nog... dakloze krantje in Amsterdam. Mm-hmm. Slaat dan een stukje van Johan. Dan gaat het een appje naar. En dan neem ik hem mee. Maar waar kennen jullie elkaar van dan? Wat is de eerste? Van de Marktplaats. Van? Volgens mij. Van? Van een item van de Marktplaats. Ja. Een item op Marktplaats? Ja. Ik heb... Oh ja, wat voor item dan? Dat was een item over Johan Cruijff. Vast een Johan Cruijff item. Of een Ajax item. En dat had jij en Rien wilde dat hebben? Ja, ik weet ook niet meer precies hoe het is. Maar daar ontstond wel iets uit van verrek. Zit dat in Bokstel, een Johan Cruijff museum. Dat wil ik zien. Ik ben geloof ik toen ook spontaan hebben we gebeld en koffie en dan blijft dat contact. Dus dit was ook logisch eigenlijk. Logisch. Dat is logisch. Want 12 mei heb jij een heropening gehad. We hebben je had bijzondere gasten, hè? Frank zei het net al, maar ik ben heel slecht in voetbal. Dat was een hele bekende keeper, sorry. Dat was Heinz Tuy, de oud-keeper van de finale 70, 71-72. Mm-hmm. En daar heeft hij ook 3 keer de 0 gehouden. Dat is de enige keeper tot nu toe die in 3 finales de 0 heeft gehouden. Zo. En het was ook heel bijzonder, want als trainingskamp uit wedstrijden was het ook slaapmaatje van Johan altijd. Sliep ook altijd op 1 kamer. Oh. Waar komt die fascinatie vandaan voor Johan Cruijff bij jou? Ja, waar komt de fascinatie vandaan? Die is eigenlijk al heel lang. Ik ben ook veel naar trainingen gaan kijken. En Johan is eigenlijk meer een voetballer. Vertel hij nam eens. Ook altijd tijd voor zijn supporters. Hij was ook altijd als laatste van het trainingsveld af. Mm-hmm. Ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met wat nu de foundation laat zien. Dat was Johan als mens ook. Leg eens uit. Nou, wat Johan nu doet, via de foundation, voor gehandicapten, zorgen dat ze toch aan het sporten kunnen. Mm-hmm. Voor gezinnen die er financieel slechter voor staan, dat ze toch de contributie kunnen betalen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het grote hart. Dat spreekt jou aan. Het grote hart van Johan zie je nu heel erg terug in de foundation. En dat spreekt jou als mens enorm aan. Ja. En jij bent, want hoe lang verzamel jij al? Vanaf welke leeftijd was je? Eigenlijk vanaf 19, eind 60, begin 70. Maar dat ging allemaal in dozen, op de zolder. Ja. Ja. En toen kwam het moment, dat weten we, toen ben jij redelijk bescheiden begonnen in je huis. Hè? Ja. En nu is het uitgebreid. Ja. Jij hebt ook iets, ik had jou gevraagd, wil je één ding meenemen wat je heel bijzonder vindt? Ja. Ik heb mijn naambordje. Ja, dat is natuurlijk geweldig, want dat heb je geschonken gekregen. Dat heb ik geschonken gekregen tijdens de opening en dan dacht ik, dat is een leuke uitbreiding. En dat hangt ook naast nummer 26.
mijn huisnummer. Hij hangt ook buiten. Aan mooi. De, ja. En ik had ook nog iets voor u meegebracht. Voor mij? Een klein souvenirtje van het museum. Dat is een, ja, in het klein de cup met de grote oren. De cup met de grote oren. Ja. altijd al een beker willen. Nee, maar dat is een geintje, toch? Nee, dat is geen geintje. Hoezo, deel je die uit? Ja. Deel je die uit? Frank heeft er ook een. Maar niet in natuurlijk. Nee. Dat is logisch. Ach, wat leuk. Doe je dat bij alle bezoekers? Nou, niet bij alle bezoekers. Oh, wat mooi. Want dan is het museum zo viert. Ja, dat wou ik zeggen. Oh. Maar voor mensen die willen en die willen het museum steunen, hij is te koop voor je. En dan gaat een klein gedeelte van naar het museum. Mm-hmm. Ben jij iedere weekend open of moeten we dat zien? Want jij hebt ook nog een baan, hè? Ja, ik werk in de zorg, dus ook in de avonden. Verschillende ploegen. Ja. Ook in de weekenden. Ja, dan kun je niet altijd maar open ze kunnen zijn. Mij altijd bellen als ze het willen bezoeken. Als ik kijk, hè, het is echt waar. Ik heb laatst een boek gelezen over Johan Cruijff. Ik dacht, ik weet niks van voetbal, maar ik wilde dat boek lezen. En ik kan me wel een klein beetje indenken waar jouw bewondering en zo vandaan komt. Want ik heb een klein beetje gelezen hoe dat ging in zijn jeugd. En over zijn voet en de schoenen en de moeilijkheden die hij had. En dat hij te mager was en hoe vermoeiend het was. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Toen ik dat las en toen ik dus hoorde dat jij in de uitzending kwam, dacht ik van... Zou jij nou zelf ook niet een klein beetje een soort van Johan Cruijff dingen willen hebben of willen zijn? Zoals hij in het leven stond. Is dat iets wat jij ook eigenlijk wel zou willen? Of misschien ja, al doet, hoor? Dat komt ook wel een klein beetje terug in mijn werk, denk ik. Ik ben ook woonbegeleider. Ah. Bij mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Dus ja, de foundation. Ja, dat, ja. Dus daar zijn wel raakvlakken in. Dus het zorgen voor, het mensen willen helpen. Dat is eigenlijk ook wat jij, Frank, doet in het VU, hè? Want ik maak even een hele snelle overstap naar clown Powy. Er staat P-O-W-I-E, maar het is Powy van Power misschien? Nou, mag je is... even... Cool. Dan kruip je echt in de huid van een heel ander iets. Daar heb je ook een opleiding voor gevolgd. Dat is een heel ander verhaal. Kun je even uitleggen wat je daar doet? Nou, mensen zeggen heel vaak, oh, dus je bent klinieclown. Nou, dat ben ik niet, want klinieclown is echt een baan. Daar moet je echt op solliciteren, brief schrijven, cv sturen. Mm-hmm. Maar ik clown wel op dezelfde manier. Dus ik heb ook niet geen schmink op. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie een foto nemen. Volgens niet, mij wel. Ja. Maar in ieder geval... in ieder geval, ja, daar hebben we hem. Ja, weet je, dus het gaat dat echt... Het is jouw vaste tenue, hè? Ja, ongeveer, dat duurt al zo'n 10 jaar. Dus wat dat betreft, dan gaat het ons bezuinig. Maar het is echt in de wereld van het kind stappen. Dus waar heeft het kind behoefte aan? Ik kom niet daar van, jongens, even opletten, ik ben hier op mijn vrije zondag. Het is echt van, als zij, sommigen die willen een hele medische verhaal vertellen. Die zijn 7 en die weten zelfs de Latijnse namen en die willen het vertellen. Nou, dat willen ze kennelijk niet aan hun vader of moeder, maar wel aan mij. Een ander wil 20 keer van de glijbaan. Dus ik kan wel soms het beïnvloeden wat we gaan doen, maar het is nooit moeten. Weet je, als een kind ook niks wil, dan is dat ook oké. Mm-hmm. Maar ja, heel vaak is er meer mogelijk. 1 keer heb ik gehad met een man die zag mij binnenkomen, die kon meteen op me afrennen. Oh, mijn kind heeft clownangst. Dus dat bestaat, hè. Maar goed, dan ga ik op afstand, het kan echt 8 meter zijn, dat contact zoeken en dan zie je dat kind schrikken. En dan schrik ik bijvoorbeeld van het kind, waardoor het kind weer denkt van... Hey, ben ik dan de sterkere of zo? Maar het gaat heel erg over improvisatie, spiegelen en niet om trucjes doen. Ik bedoel, er zijn zat clowns met trucjes, prima, maar dat is niet voor mij. En ik heb ook wel eens dat ik dacht, als ik clown ben, dan ga ik me verhuren op kinderverjaardagen of zo. Maar daar ben ik meteen mee gestopt, want dat inspireerde mij niet. Want dan gaat het over, dan ga je een act doen, weet je? Dan ga je ballonnen draaien... En liedjes zingen en kinderen schminken. En dan na 40 minuten stopt de dvd-speler. Ja, dan moeten die kinderen ook netjes zitten en zo. Nou, prima als iemand dat doet. En mensen willen ook graag weten waarvoor ze betalen. Dan zei ze, maar wat doe jij voor trucjes? Ik doe geen trucjes. Nee. Hoe lang doe jij dat, Clown Powy? Het clown is nu ruim 10 jaar. Zo. Want afgelopen januari bestond Kinderstad, waar ik dan clown in het VU,
bestond 10 jaar. Maar ik ben er eigenlijk 2 weken nadat die open ging zo'n beetje. Ja. En daarvoor inderdaad iets van 4 jaar lang verschillende opleidingen gedaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk ook een soort omscholing geweest. Ja. Ja, alleen mensen denken dan van, dat is leuk. En het is ook leuk. Lijkt me heel maar als erg je moeilijk. Zegt, ik heb psychologie gestudeerd, dan is het, dat is wel pittig. Maar met dit ook, je loopt constant tegen persoonlijke barrières aan. Ja. Want ik heb ook daarmee 3-4 keer gedacht van, weet je, ik stop. Het is best al knap wat ik gedaan, het is al genoeg. Maar nee, ik was erop uit om clown te worden voor zieke kinderen. Mm-hmm. En dan ging ik weer door. Maar ik heb ook regelmatig dat ik dacht van, dit is niet handig. Vooral ook omdat de politie is een heel structuur. En de clown is los, is ja, vrij. Ja, dus dat, hele andere dat kant. Is zoeken. Ja. Ja. Goed, wel gelukt. Mooi hoor, bijzonder dat je dat doet. Frank, heb jij hem ooit gezien als clown? Nee. Pauwie? Nee? Nee. Is dat dan ook iets wat je... Dat is natuurlijk gescheiden van elkaar, maar delen jullie die verhalen ook met elkaar? Ja, of komt daar langs op Facebook en zo natuurlijk. Maar onderling hebben we het er wel eens over. Mm-hmm. Maar volgens mij is er denk ik nog niet iemand die jou mee geweest is, of wel? Nou, ik heb ook een keer geclowned jaren terug in de kwekpoel. Toen ik daar contact met de knokkers, de carnavalsvereniging. En je hebt het er inderdaad genoeg over. Maar hoe ga je nou... Met carnaval is iedereen verkleed. En als je dan als clown rondloopt, dan denkt iedereen... Oh, die is ook verkleed. Ja. Ja. Dus dat was wel waar ik toen tegenaan liep. Weet je, het licht is laag. Maar dat was wel een leuke ervaring. Maar mensen weten het wel. Maar dan moet je naar Amsterdam komen. Ja, snap ik. En ja, dat is ook in een omgeving waar het... dan kom je ook daar niet echt. Nee, dus, nee dat snap ik. Nee. Maar jullie hebben elkaar gevonden in Bokstol. Jullie hebben, er liggen lijntjes en er is een verbinding. Is het mogelijk dat we jullie ook wel eens met z'n drieën op een terrasje zouden kunnen tegenkomen? Zou zo maar kunnen. Als het goed weer is. Ja. Nee, best wel. Nee. Wij hebben alles ooit op het terras gezeten al dus. Ja, was bij de opening, hè? Want dat vind ik nog wel even leuk bij Rien. Ja. Hoe is dat dan voor jou als je dan die keeper? Ben jij een beetje voetbal-minded? Ja. Ik ben ook natuurlijk een flinke Ajax-fan. Maar, dat is leuk. Gewoon ook het museum. Maar inderdaad, Heinz Stuy, die bekend als Heinz Kroket. Oké. Omdat hij de bal nog wel eens losliet, alsof het een hete kroket was. Ja? Er zitten vast heel veel mannen nu die zeggen, dat is vast. Maar, dat is natuurlijk bekend en dat is leuk om te zien. En zo kom ik bij meer dingen. Laatst was de boekpresentatie over het nieuwste boek van Cruijff. Is daar ook weer Jacques Zwart en meer namen. Jean-Marie Pfaff, de Belgische keeper. Ook allemaal, ja. Dus allemaal bekenden van 30 jaar terug, 40 jaar terug. En dat is natuurlijk wel leuk. En dan staan jullie allemaal bij en dan kletsen jullie mee. Wat leuk. Ja. Even, las ik vanmiddag iets over het Stadionplein. Wilden ze toch een nieuwe naam geven? Ja, dat gaat voorlopig nog even niet meer. Doet dat jou dan iets? Of? Ja, natuurlijk wel. Want? Je zou er trots moeten zijn om op het Johan Cruijffplein te wonen. En dan zijn er een paar Amsterdammers die moeten weer een handtekening. Ja, dat willen wij niet. Ik snap het niet, hoor. De spinster in Boksel mag vanaf nu de Johan Cruijffstraat heten. Kijk. En hij wil een ander huisnummer. 26. Die ook meteen veranderen. Ja. Ja, oké. Nou heren, volgens mij zijn wij door de tijd heen. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Ja. En volgend jaar is jouw vieren? Aankomende carnaval is dan 24, ja. Ja, en dan nog één en dan zit je aan een jubileum, hè? Ja, geen carnavalsjubileum, hè? Dat is natuurlijk 11, 22. Nee, maar wel een Amsterdamsjubileum. Dat wou ik zeggen. Vier het even goed. Dat dacht ik. Dankjewel dat jullie hier waren en het gaat jullie goed. Dankjewel. Ja, ook dank je. Ja. Dit was de uitzending voor vandaag, Dommeland Live. Hartelijk dank voor het kijken en over 2 weken is Geert er weer. Het was een abrupt einde, maar dit was warm. Dankjewel.